Ik ben Erik Scherre, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. U hoort wel eens om u heen, of misschien merkt u zelf wel eens, dat als u juist een rondje gaat lopen of u aan het fietsen bent, dat u dan juist op hele goede ideeën komt. Hoe komt dat? Wat zou ook een idee kunnen zijn? Nou, een idee erachter kan zijn dat u door dat bewegen pompt uw hart meer, het hart pompt het bloed naar uw brein. En het leuke is dat heel veel van die doorbloeding gaat u naar uw hele brein, maar met name ook naar frontaal, de voorzijde. Die voorzijde van het brein, de frontale lob, de prefrontale cortex, speelt een hele grote rol. Bij, ook bij het genereren van ideeën. Bij nieuwe suggesties naar voren halen, oplossingen vinden. Vooral probleemoplossend vermogen ook. Nou, dat zie je echt gebeuren als je ervoor zorgt dat die stofwisseling, juist in dat deel, weer wat omhoog gaat. Dan nou, zie je juist in, vaak in het werk het omgekeerde. Mensen zitten de hele dag, vergaren de hele dag. Dan denk je wel, het ben jezelf. Kom je dan nog wel eens op een goed idee als je de hele dag zit? Denk bijvoorbeeld het zittend vergaderen of de heidagen. Mm, niet zo'n goed idee misschien. Ik denk dat je gewoon lopend moet vergaderen. Neem de force recorder mee. Neem het op onderweg. Dat is leuk. Actief, nieuwe ideeën, goede doorbloeding van het brein, met name frontaal.